maar wel fout. Die databundel van Access for All, dat is dan gratis, vink, tussen haakjes, want uiteindelijk betaal je er toch wel voor. En dan is maar helemaal de vraag hoe ze dat met de prioritering, hoe ze dat doen, hè? Wat, of hoe gaat hakkelen en wat dan ook, maar daar gaan we wel achter komen. Hè. Maar voor wat betreft de ervaringen met de Access for All, deel ik niet helemaal met jou, want ik heb eigenlijk nooit, maar dan ook helemaal nooit een storing. Hè. De verbinding staat altijd online. Fiber to the home heb ik, mijn verbinding via DSL. Nooit problemen, gaat altijd goed. Je ziet bij DSL wel dat die vaak smalles vroeger zo, maar niet. In ieder geval als je nog, als de meeste mensen nog BNO liggen, dat er dan eventjes dat de boel weer gesynchroniseerd wordt in het DSL domein, dat ben ik vertellen. Maar dat duurt dan 5 seconden of zo, hè. Ik kan me haast niet voorstellen dat je dat merkt als je online zou zijn. Maar verder, nee. Nou, ik ben ook niet zo blij met dat Access for All eigenlijk ophoudt met te bestaan, dat het nu onder KPN valt, want KPN heeft zeker aan klanten. En en ik heb ook wel gekeken naar Freedom, maar die zijn weer veel te duur en dat is ook wel logisch, want ze maken gebruik van KPN netwerk. Hè. En, als een goede tegenhanger van